Door het ROC Mondriaan is in de binnenstad de Haagse wrijving opgezet. Studenten poetsen de schoenen van het winkelend publiek. De Haagse wrijving is eigenlijk is een poetsservice, maar eigenlijk wil ik het een contactmaker noemen. Omdat het eigenlijk zorgt voor een contact met die ander op die stoel. Wat je merkt bij heel veel jongeren, en niet alleen maar bij ons op school, maar eigenlijk algemeen, is dat ze zich heel comfortabel voelen in hun eigen wijk, in hun eigen omgeving. Maar zodra ze in een andere omgeving komen, dan is het contact maken toch wel wat lastiger. Heerlijk, vind ik altijd grandioos. Zo'n beetje ook dat ambachtelijke. En dan moet je gewoon in ere houden en weer een beetje stimuleren. Hè? Ja, nou ja, heeft vuil van de schoenen afgehaald. En nou zit het in de witte was. En dan moet het even drogen. En dan moet het goed komen. Hoeveel mensen heb je vandaag geholpen? Ja, echt wel een aantal mensen. Wat minder dan de week hiervoor, vanwege het slechte weer. Maar toch wel, 20. Ik weet zelf nog niet wat ik later wil worden. Dus ik ben meer aan het kijken van wat doen mensen als hun beroep en wat vinden hun daarvan. En me daar dan in verdiepen, zodat ik uiteindelijk een keuze kan maken in wat wil ik later worden. Als jij alleen maar input krijgt, invloed krijgt vanuit de mensen in jouw directe omgeving, ja, dan durf ik te zeggen dat te beperkt is om succesvol in je leven te zijn. Dus wijde blik, leer zoveel mogelijk mensen kennen uit verschillende culturen, achtergronden, you name it. Maar ik denk dat de belangrijkste rol die de Haagse wrijving heeft, zeg maar. Nou, deze mevrouw die heeft net uitgelegd dat ze werkt bij een eigen organisatie die vooral mensen met andere culturen uitlegt hoe ze hier in Nederland goed kunnen functioneren. En dat het eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat mensen Nederlanders normaal vinden, want in elk land heb je eigen normen en waarden. Hoe ga je met Nederlanders om, allebei professioneel, maar ook sociaal en privé? Hoe kun je meer effectief zijn op het werk met andere culturen? Stop doe ik. Geef trainings. Wat je wel ziet is dat mensen toch heel enthousiast reageren op de service die wij aanbieden. Er loopt natuurlijk zoveel publiek en die wij in ieder geval kunnen attenderen op die service. Dus we worden gezien. En de bedoeling is ook wel dat we gaan uitbreiden. Dus op meerdere plekken in Den Haag, in het centrum met name. Verder gaan met de Haagse wrijving. Dus we zullen steeds meer gezien worden in de Haagse binnenstad.